Beverly Hills was natuurlijk huge, ook hier in Nederland. Dus hij had hier heel veel fans, Erik. Maar hoe groot is het nieuws in thuisland Amerika? Ja, het is hier in Nederland, zijn het, wat jij zegt, inderdaad heel veel fans echt nog van het eerste uur van Nine to Know. Maar in Amerika zit hij in de serie. Luxe hoor, hou er maar van. Nou, daar gaan we dan. We zijn in Istanbul. Ik vind het heel spannend, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar we zijn volgens mij net de goede handen. Dus het haar gaat getransplanteerd worden. Dus ik loop over een paar maanden met een volle bos de wereld in. Ik ben heel benieuwd en heel dankbaar. Dus we gaan ervoor. Hier, we zijn net klaar. Het zit erop. Ik heb je denk ook klaar. Nou ja, maar goed. Medicatie, die geef ik jou vast. Helemaal fijn. Dankjewel. En? Ik vond het heel bijzonder om mee te maken. Ja. En ik vond het wel echt indrukwekkend. Ik vind het heel knap wat ze doen en wat ze kunnen. Al die losse dingen tussen. Dus ik heb het aan. Super. Dankjewel. Wacht op de resultaten. Ja, ik kan nu al niet wachten. Super. Welkom bij de zesde maandcontrole. Het ziet er al echt heel mooi uit qua resultaat, vind ik. Wat vind jij ervan? Hoe is de zes maanden gegaan eigenlijk? Ja, ongelooflijk. Ik ben je 6 maanden geleden in Turkije. Ik dacht, het gaat heel langzaam en dan zien we iets. Maar ik ben echt verbaasd over hoe snel het is gegaan. En ik ben super blij. Ik hoor heel veel reacties. En als ik zelf in de spiegel kijk of op televisie naar mezelf terugzie, denk ik, oké, echt totaal anders, veel jonger. Ik heb gewoon nu meer haar dan toen ik 20 was. Dat vind ik echt bizar. Ja, straks de 12e maand is eindresultaat. Gaat nog iets voller worden. Dus daar gaan we op wachten. Ja, ik kan niet wachten. Nou, leuk om je te zien. Fijn, ik vind het ook leuk. Ik kijk met veel plezier altijd naar RTL Boulevard en ook naar je presentaties. Dank. Een aantal maanden geleden eigenlijk nog zonder haar, nu weer met de volle bos met haar. En wat wij als Nederlandse haarzegging heel fijn vinden is, als bekende Nederlanders eerlijk en open zijn over hun haartransplantatie, omdat dan toch echt een taboe kan worden doorbroken. Kan je vertellen waarom je ervoor kiest om er zo open over te zijn? Nou ja, in eerste instantie had ik eigenlijk helemaal niet echt een idee van wat het bestond. Ik had er wel eens van gehoord, via, maar niet echt. Dus toen kwam ik er via jullie achter dat het kon. En toen heb ik het gedaan. Ja, en ik ben zo blij met het resultaat dat ik alleen maar wil dat nog meer mensen het weten. En dat meer mensen ervan kunnen genieten. Want ik zou het nu zo weer doen, want het is echt ongelooflijk hoe snel je dit resultaat al krijgt. En ik ben inmiddels 36 en toen begon 35 en ik dacht, ik ben gewoon kaal. En nu heb ik gewoon meer haar dan toen ik 20 was. Dus ik dacht, ik moet het gewoon vertellen aan mensen, want het is gewoon fantastisch. Ja, dus het is fijn dat als je last hebt van haar, het valt dat er vaak gewoon een oplossing is. En dan kun je nou kiezen voor een haartransplantatie in Nederland of Turkije. Maar je ziet dat een haartransplantatie in Turkije ook echt hele mooie resultaten kan opleveren. Ja, en vooral heel veel mensen zeggen van ja, maar dit is gewoon wat het is en punt. Dan denk ik, dat is natuurlijk onzin. Weet je, als je hangende oogleden hebt, laat je er ook wat aan doen. Dan denk ik, waarom zou je dan niet, als je heel jong bent of al wat ouder en je haar valt uit, waarom zou je daar dan niet iets tegen laten doen? Dus ik zou het echt iedereen aanbevelen. Super, bedankt voor je openheid en heel veel plezier met het resultaat. Jullie bedankt.